We gaan het vandaag hebben over jouw stamboom. En niet alleen maar die van je familie met je mama en papa, oma, opa op, maar die van al het leven op aarde. Dus ook jouw hond, je paard, die staan erop, maar ook de Sansevieria van bij je thuis, de muggen, de spinnen en zelfs de allerkleinste bacteriën. Het is waar, Rani? Ja, zeker, dat klopt. Wetenschappers proberen al super lang de stamboom van het leven op te stellen. De stamboom of de Tree of Life, zo noemen die ook wel. En het was eigenlijk Charles Darwin dat idee bedacht van evolutie en de boom van het leven. Maar sindsdien is die boom regelmatig aangepast geweest, naarmate ook onze inzichten in de biologie vooruitgingen. Maar hoe onze boom er vandaag de dag uitziet, nu denk ik dat we hem echt wel hebben. Dit is Rani Baas, microbiologe aan de VUB. En we zijn hier op de campus op zoek naar de ideale boom waarmee Rani ons de Tree of Life kan uitleggen. Een hele zoektocht, want die boom moet dan de juiste splitsingen en vertakkingen hebben en zo. Enfin, we hebben erin gevonden. Dus let's go, want vandaag ga je iets zot ontdekken over je allervroegste voorouders. Hoe ziet de stamboom van al het leven op aarde eruit? Bijna 200 jaar geleden was het Charles Darwin die in 1837 de eerste boom van het leven bedachte. Charles Darwin, dat was die man van de evolutietheorie. Een wortel van een boom en een stam, dat is eigenlijk het begin van het leven op aarde. En dan hier, als we even naar dit punt gaan kijken, voordat de splitsing gaat komen, hier vinden we Luca. Luca is de last universal common ancestor, of even vertaald, de laatste gemeenschappelijke voorouder. Niemand weet eigenlijk hoe dat Luca er heeft uitgezien. Het is een soort van puur hypothetisch, conceptueel beestje. Ja, misschien niet echt een beestje, het is een soort van eencellig organisme, maar niemand heeft enig idee hoe dat er heeft uitgezien. Luca evolueerde dan twee takken. En het is in die opsplitsing dat wetenschappers echt heel lange tijd fout zaten. Volgens de wetenschappers van toen evolueerde ene tak in wat ze toen noemden de prokaryoten en andere tak in de eukaryoten. Eukaryoten, dat zijn planten, dieren, mensen enzovoort. En eukaryotencellen die hebben gemeen dat ze echt wel heel complex en georganiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld de celkern, de eukaryoten hebben een celkern en in die celkern zit de DNA opgeslagen. En verder hebben ze ook nog veel andere verschillende compartimentjes waar ze dan bijvoorbeeld de energie genereren, dat zijn de mitochondriën, of andere een soort van organellen waar ze bijvoorbeeld afvalstoffen gaan transporteren enzovoort. In tegenstelling tot cellen van de eukaryoten zijn de cellen van de prokaryoten veel kleiner, veel eenvoudiger en veel minder georganiseerd. Ze hebben dus ook wel DNA, maar dat DNA zit niet in de celkern, dat zwemt gewoon een beetje los in de cel. En die hebben ook geen aparte compartimentjes meer in hun cel. Voorbeelden van prokaryoten zijn organismen die niet met bloot oog kunnen zien. Dus dat zijn de microben of de bacteriën. Maar dus die onderdeling eukaryoot-prokaryoot, dat blijkt helemaal niet te kloppen. En het was in de jaren 70 van vorige eeuw dat Amerikaanse microbioloog Carl Boese per toeval eigenlijk ontdekte dat die Tree of Life helemaal niet juist zat. Hij onderzocht het genetisch materiaal van verschillende bacteriën en dan per toeval ontdekte hij dat sommige van die bacteriën helemaal niet verwant waren aan elkaar. Dus dat eigenlijk helemaal geen bacteriën waren. Wow, dus zo'n 50 jaar geleden nog maar is er een totaal nieuwe groep organismen ontdekt die lijken op bacteriën, maar het helemaal niet zijn. Hoe komt het eigenlijk dat niemand dat al eerder gemerkt had? Voor de ontdekking van Carl Boese werd indeling van het leven vooral gedaan op basis van uiterlijke kenmerken. En dat kunt je wel goed zien hier. Dus, dit zijn twee petrischaaltjes dat ik heb meegenomen voor jullie. Op beide schaaltjes zitten twee verschillende soorten micro-organismen, maar eigenlijk qua uitzicht lijken die super hard op elkaar. Dat zijn een hoopje bruine cellen. Dus eigenlijk zouden die allebei kunnen klassificeren als prokaryoot, als bacterie. Maar Carl Boese pakte dat een beetje anders aan. Die ging niet kijken naar de uiterlijke kenmerken van de cel, die ging echt kijken naar de genetische inhoud van de cel, dus het DNA. En zo ontdekte hij dat er een bepaalde groep was van bacteriën waarvan het DNA zo sterk verschilde van alle andere, dat ze eigenlijk geen bacteriën werden genoemd. Maar hij noemde die nieuwe groep eigenlijk de Archaea. Archaea vormen een derde nieuwe tak in het Tree of Life. Want hun DNA is echt super verschillend van dat van bacteriën. En straffer zelf, het lijkt eigenlijk super raar op dat van ons. En dat is eigenlijk een beetje raar, want wij zijn eukaryoten. Terwijl Archaea, dat zijn nog altijd prokaryoten. Want de definitie daarvan is eencellige zonder celkern. Maar ze lijken wel super raar op onze cellen, maar dan een beetje vereenvoudigd, zeg maar. Boese had direct door dat hem iets groots was gebost. Die was super enthousiast, die belde direct de New York Times. En inderdaad, de dag nadien stond een artikel gewoon op de frontpagina. Maar de wetenschappers daarentegen die waren een beetje meer terughoudend. Daar was redelijk wat kritiek in het begin op zijn idee. En het heeft eigenlijk tot de jaren 90 geduurd voordat die nieuwe boom met de drie takken van het leven eigenlijk algemeen aanvaard werd door de wetenschap. Er zijn dus de bacteriën, de eukaryoten en de archaea. Wil dat dan zeggen dat de boom van het leven uit drie hoofdtakken bestaat? Nee, het is eigenlijk nog een beetje complexer dan dat. Want de laatste 5 à 10 jaar hebben archaea-wetenschappers wereldwijd met nieuwe technologie, nieuwe soort archaea ontdekt. Dus archaea dat vandaag de dag dus nog altijd leven.
En met die nieuwe soorten hebben we dus ook de ideeën van kangoeroes verder kunnen uitwerken. En we hebben dus ook nu een nieuwe boom, de nieuwe Tree of Life. Onze nieuwe boom, hoe ziet die er juist uit? Wel, we starten nog altijd zo'n 3,8 miljard jaar geleden bij de oorsprong van het leven. Dat is een hele simpele levensvorm met eencelligen. En al snel splitst dat leven in twee takken. En nu is de opdeling niet meer volgens eukaryoot en prokaryoot, maar wel volgens bacterie en archaea. En dat zijn allebei nog twee prokaryoten. Het is echt een soort van microbiële oerwereld en dat voor een miljard jaar lang. En dan uit één van die twee takjes, uit de archaea, komt dus het nieuwe takje, de eukaryoten. En heel veel later komt daar dus de mens uit. Dus archaea waren echt de voorouder van de eukaryoten en dus ook van ons, de mens. Nog even voort over die archaea dan, want het zijn dus onze voorouders. En jij, Rani, doet daar onderzoek naar. Wat voor beestjes waren dat? Eigenlijk zijn archaea vinden we vandaag de dag nog steeds terug. Dus inderdaad, een deel van de archaea dat zijn geëvolueerd, zoals we nu planten, dieren en mensen noemen. Maar er zijn ook nog een groot deel van de archaea dat we vandaag de dag terugvinden als eencellige organismen van toen. En archaea vinden we eigenlijk overal ter wereld terug. We vinden dat terug in de oceaan, in de bodem, onder de vacht van je kat, zelfs in onze eigen darmen. Maar wat ik persoonlijk het interessantste vind aan archaea is dat vele archaea extremofielen zijn. Dus dat wil zeggen dat we die terugvinden in extreme omstandigheden, extreme condities dan normaal andere dieren zouden doden. Dus denk bijvoorbeeld aan het vulkanisch gebied, of bijvoorbeeld in de permafrost, of bijvoorbeeld in de Dode Zee, waar de zoutconcentratie echt super hoog is. Laat dat nu net allemaal habitats zijn die heel hard lijken op hoe onze aarde eruit zag toen het allereerste leven ontstond, zo'n 3,8 miljard jaar geleden. Toen was de aarde echt super vijandig gebied. Er was nog geen ozonlaag, dus er was continu UV-straling van de zon. Dat wil zeggen dat het echt een super vulkanisch gebied was eigenlijk, met overal geizers, warm waterbronnen enzovoort. Dus daardoor ook door de archaea beter te begrijpen en beter te bestuderen, kunnen we ook heel veel te weten komen hoe dat eerste leven op aarde eigenlijk kon ontstaan en hoe dat toen de condities van de aarde er net uitzagen. Het eerste leven op aarde dat moet dus ook een thermofiel geweest zijn. Eentje dat kan groeien in superhoge temperaturen. Archaea, dat zijn eigenlijk echt wel de kampioenen daarin. Als we kijken naar eukaryoten, daar is de limiet ongeveer 60 graden. We vinden geen eukaryoten boven die temperatuur. Bij bacteriën is de limiet ook zo'n beetje 95 graden. Maar als we kijken naar archaea, vinden we archaea terug op temperatuur van 120 graden Celsius. Maar de archaea die ik bestudeer, die heet Sulfolobus acidocaldarius. En die groeit optimaal bij ongeveer 75 graden. En ook een hele hoge zuurtegraad. Dus dat wil zeggen dat die groeit in zo'n bijna kokend citroensap. En dat zijn omgevingen die we eigenlijk op aarde terugvinden, bijvoorbeeld in warmwaterbronnen. En in die warmwaterbronnen kan het wel eens voorkomen dat er plots een golf van superwarm water afkomt. En daar moet je dus als klein archeonbeestje wel tegen opgewassen zijn. En dat zijn ze zeker. Wanneer ze zo'n plotse temperatuurverandering voelen, dan gaan ze in een soort van survival modus gaan. En een belangrijk mechanisme om daarmee om te gaan zijn hitteschokproteïnen die ze in de cellen hebben zitten. En dat zijn proteïnen die er eigenlijk gaan voor zorgen dat alle andere proteïnen in je cel en je DNA niet gaan smelten eigenlijk. Of dat de membraan van je cel gaat lekken. En dat is exact wat ik bestudeer in mijn onderzoek. Dus ik ga celletjes van Sulfolobus gaan groeien. Ik ga die temperatuur supersnel gaan verhogen en dan zien hoe dat de hitteschokproteïnen gaan reageren. Trouwens, de hitteschokproteïnen die hebben wij ook. Elk organisme heeft het eigenlijk. Alleen maken die archaea er veel efficiënter gebruik van. Wij activeren dat proteïnen bijvoorbeeld wanneer we gaan koorts maken of wanneer we in een veel te warm bad gaan duiken. Maar dat zijn temperatuurvariaties van enkele graden. Terwijl mijn archaea die kunnen wel temperatuurvariaties van 15 graden aan. En hoe meer Rani die archaea onderzoekt en daar testjes op doet, hoe meer we ook kunnen leren over onszelf. Ah ja, want die eencellige archaea zijn eigenlijk een versimpelde versie van de complexe eukaryotencel. Dus de cellen waar wij het bestaan in, waar we nog lang niet alles over weten. Door onze Tree of Life weten we nu dat archaea eigenlijk onze voorouders zijn. En door archaea, relatief simpele organismen te bestuderen, kunnen we uiteindelijk ook veel te weten komen hoe dat die complexe systemen werken in eukaryotencellen. Ze gaan ons nog gigantisch veel leren, die archaea. Ik voel het. Maar pas op, ze waren niet allemaal lievertjes, want er was ooit eens een oerarcheon en die heeft met zijn tentakels een bacterie opgeslokt met huid en haar en zo is uiteindelijk de eukaryote cel ontstaan. Maar hoe dat allemaal in elkaar zit, dat is voor een volgende keer. Salut!